Marius is schilder en hij heeft schilderijen met een hele aparte stijl. En leidt de zijn die schilderijen in een museum hangen, gewoon op een dijk. Nou, je begrijpt. Dus gaat er vandaag ook eens op aan. Nou net, we zitten hier buiten aan, mooi zonnetje. En nou wil ik wel eens vragen hoe je zoiets naar komen, een museum op een dijk. Nou Joop, dat zal ik even vertellen. Want hoe is zoiets naar komen? Nou, het begon eigenlijk in 2011. Ja. Ik had niet zoveel werk meer. En toen heb ik gedacht van, ik ben 57, wat kan ik nou nog doen? Ja. En toen dacht ik aan het werk van mijn broer Marius van Dokkum. Ja. Hij is schrijver en illustrator. En hij heeft hele mooie boeken en hij heeft hele mooie kaarten en reproducties. En toen dacht ik, wat kan ik nou met het werk van Marius gaan doen? Nou, toen heb ik dus met Marius gesproken en toen dacht Marius, en misschien kunnen we wel een expositie houden in Andijk. Want Marius is geboren en getogen in Andijk. Yeah. Nou, dat leek ons heel erg leuk. Yeah. Dus 2011 hebben wij de eerste expositie gehouden in onze ruimte en er kwamen heel veel mensen op af. Yeah. Ja, dus 4 jaar terug ben je ermee begonnen en nou loopt het over en aan, want het zo achter ons, dan zie je wel, al komen er weer mensen van overal vandaan. Ja, overal vandaan, uit heel Nederland en we krijgen zelfs Duitsers. Er zijn zelfs Tsjechen hier geweest, het zijn allemaal fans van Marius. Yeah. Want dit is onze vijfde expositie die we nou houden. En dat, nou, dat is gewoon ons eerste lustrum en daar ben ik best wel trots op. Nou, wat leuk joh. Het is dat de zomer beginnen te lopen. Ja. En je bent er niet alle dagen open. Wat voor regels heb je ze alle gesteld? Nou, wij binnen drie middagen open. Ja. Drie dagen, donderdagmiddag en vrijdagmiddag en zaterdagmiddag van 1 tot 5 uur. Kijk eens aan. Mensen kunnen hier gewoon gratis binnenkomen. Ze hoeven niets te betalen. En ze kregen ook nog koffie en thee. Ik kwam hier aan en zei, ja, het kan wezen dat vandaag Marius ook nog komt. Maar als ga ik met hem ook nog eventjes wat vragen. Hoe zulks alle gekomen is. Helemaal leuk. Ja, oké. Okay. Ja, hartstikke leuk. Ja. Nou, Marius, mooi dat je hier ook op een dijk bent. Want je weunen nou heel erg richting Arnhem, Uggelen zulk, hè? Ja, ik woon in Uggelen. Dat is een klein dorpje onder Apeldoorn. Ja, yeah, ja. Yeah. En hoe zulks er komen? Want eentje van aan dijk en dan heel erg deur terug. Ja. Nou, ik heb kunstacademie Dijn. Ja? En in Kampen. En na die tijd had ik geen werk. En toen kwamen er eens een keer een paar mensen langs op de academie. En die zochten nog een ontwerper voor in de papierfabriek te werken. Oh, zo ja. En toen dacht ik, nou ja, ik kom van de academie en ik heb geen brood op de planken. En als beginnen kunstenaartje, ja, dan moet je toch even wat daarnaast doen nog. Hè? Dus toen ben ik naar Apeldoorn gegaan, ja. Ja, want daar stond die fabriek, dat bedrijf. Ja, daar staat het bedrijf en daar werk ik nu al 35 jaar. Oh yeah. Ja. Ja. Maar nou ja, dan blijft natuurlijk toch even de vraag, al die schilderijen, hoe zucht ze komen? Nou ja, dat was een beetje bijzaak. Al wel? Het was een beetje mijn hobby en dat is een beetje steeds meer uitgegroeid. Yeah. En nou, het loopt best goed. Leuk joh, want het is zo'n aparte stijl en je ziet hem meteen in de verte al keel zien, oh, dat is wat van mij. Oké, okay, ja. Ja, nou ja, mooi. Als kunstschilder probeer je toch een eigen stijl te krijgen. Eigen stijl, ja. Ja. En ja, ik hou altijd van humor, misschien is dat ook West-Fries eigen. Ja, nee, want dat zie je in al die schilderijen, dat je denkt, hé, het is echt een zoekplaatje, want alles heeft een betekenis, want het is niks toeval. Je hebt er is ook wel wat toeval bij. Ja, ja. Nou ja, dat, voor jou is dat zo toevallig zo terechtkomen. Maar soms zit er wel eens wat diepers in. Maar, Nee, want ik zag net ook zo'n schilderij en er stond een schilder
En die was zijn eigen dood aan het vervullen en die had geen inspiratie. En dat was zo mooi, dat Ine, dat schilderij, of dat die lijst, die was een hele gaar wit. Helemaal leeg, Helemaal leeg. En hij stond erbij van, wanneer krijg ik dat inspiratie? Dat vond ik wel een vondst. Het leuke is gewoon, er is een ongelooflijke grote bende op schilderij. Ja, dat is het, En dan vond ik het leuk om het doek gewoon helemaal wit te laten. Die viel erg op dan. Er stond helemaal niks op en de rest was helemaal vol. Prachtig, Dat was trouwens ook een van mijn eerste schilderijen. Of wel? Ja, in 1992 heb ik het geschilderd. Ja. En toen moest ik het vak nog leren hoor. Yeah. Want ik heb wel kunstacademie in Dijk. Yeah. Maar dat was meer illustreren en tekenen. Dus een schilder heb ik mijn eigen moeten leren. Oh, toch wel? Ja. Dus je bent op de kunstacademie geweest, maar mijn succes heb jij dit niet geleerd? Nee, ze vonden me geen schilder daar. Nee, ze vonden me meer een illustrator en dat is ook wel zo. Ja. Maar de schilderen, dat heb ik altijd heel graag willen doen. Ja. Dus toen moest ik toch naar de academie mezelf aanleren. Ja. En ik ben gewoon een volhouder. Met vallen opstaan heb ik het vak geleerd. Hoe lang doe je nou over zo'n schilderij? Dat hangt een beetje vanaf wat er allemaal op staat. Ja. Kijk, als je een klein schilderijtje maakt, dan ben je met een week wel klaar. Maar als je nou een groot schilderij maakt met heel veel details erin, dan ben je wel 3 maanden mee bezig. Toch wel, ja. Ja, daar zit een hoop tijd in, hoor. Ja, ja. Maar dat geeft niet, ik heb een paar plezier in, dus... En de verwachtingen ben ik wel hoog, want die hebben zo'n eigen stijl. En mensen die herkennen hun eigen er ook in velgen. Ja, misschien is dat ook wel zo dat het eenvoudige onderwerpen zijn. Ja. Mensen herkennen dat en dat spreekt er wel aan, omdat er ook een beetje humor in zit. Ik noem mezelf wel eens lachspiegels. Ja. Mensen zien iets op een grappige wijze, maar toch wel herkenbaar. Hè? Dus ze herkennen wel de realiteit erin. Ja. En je hebt ook heel vaak wat oudere mensen erin. Ja, klopt. Ja, ik vind dat wel leuk om mensen te schilderen die net even aardig zijn dan aardig. En dat maakt het leuk, want ik heb ook een schilderij gemaakt van mannenhuishouding. En dan zie je ook een vrijgezel in zijn eigen rotzooi leven. Prachtig. En, ik heb ook vaak laten inspireren vroeger door het programma Showroom en Stoel. En dat vond ik altijd zo leuke programma's. Er waren altijd mensen die net even aars waren. Ja, maar die heel graag hun eigen binnen. Eigen stijl hebben van eigen leven. Stijl en die hebben met geen mens wat te maken. Nee. Die hebben hun eigen en leven. En dat heeft mijn hele leven al, had ik al interesse erin en dat soort mensen. Ja. Heb je ook iedere keer weer wel inspiratie dat je denkt, of houd dat ook wel eens op? Nou, weet je, als schilder moet je toch een beetje vooruit denken. Ja. Dus ik heb wel heel wat ideeën al die ik uit wil werken. Ja. Dus ik sta nooit droog. Nee. Ik ben altijd bezig. Ik kijk vanop dat jij, want je woont nu zelf helemaal niet meer, je dat West-Friesland al pittig beheersen. Nou ja, wij hebben een West-Friese kalender. Ja. En dat vind ik baar leuk altijd. En ik lees hem met veel plezier. Ja. En al die West-Friese woorden, is prachtig. Mooi. Ja. Ben er nou woorden dat je denkt, dat hoor ik nooit meer in Uchelen. Dat ben het de meeste, maar dat je denkt, dat mis ik wel heel erg. Wat ik wel een heel leuk woord vind in West-Fries is geniezen. Geniezen, ja. Ja, dat vind ik een prachtig woord. Ja. Ja, je moet het vertalen met niet eens. Van hij wist genieten dat en zo. Prachtig woorden. Ja, dat is een tabaskip is ook een leuk woord. Maar het woordje genieten. Genieten, dat vind ik een leuk woord. Heel leuk, ja. Goed. En Maris, jij bent wel een hooi drok. En wij gaan ook weer verder. Wij gaan het padje weer inkorten. Oké, ja. En dan zeg ik altijd tegen de kijkers. De aardekeer willen we bij aardemensen.